Slaat het nog steeds uit dan? Of die uitslaat? Ja. Ja hoor. Dat is fijn. Zo. Is dit jouw bak koffie? Dat is mijn bak koffie, mijn enorme mannelijke mok. Het is echt de meest mannelijke mok ooit. Ja, daar is wel eens een reactie op geweest in... Dat het te bloemig zou zijn. Dat het iets te bloemig zou zijn. Echt? Ik ben natuurlijk één bonk mannelijk. Kom eens even dichtbij me zitten. Ja, ik kom even dichtbij, sorry. Afstand. Ik voel ook afstand tussen ons. Hij beledigde vanochtend RET ook. Ja, nee, ik zei RET is niet lief. Nou, tegen mij, tegen mij. Tering, beledigend. Hetzelfde RET. Nou, dat was uiteindelijk het... De Red. De Red. Nou, dat was eigenlijk Utrecht OV, waardoor ik echt genaaid werd. Ja? Was je laat hier? Ja. En hoe laat was je dan? Half elf. Oh, het komt... Oh, er begint tijd. Nou, het is versmijdend. Ja, nee, maar ik stond bij de bus te wachten. Welkom bij Vandaag In. Is een relatief nieuw item. Nou, het is al nieuw. Hoe lang mag je een item nieuw noemen? Hoeveel weken? Ja, dit wordt aflevering 3. Het is wel nieuw nog, hè? Dus ik vind het nog... Het is nog in de verpakking. Ja, Vandaag In. Gamersnet bestaat sinds 1999. En het lijkt ons altijd leuk om dan terug te gaan naar andere jaren. Wat er die dag gebeurde, vandaag. Heel lang geleden. Dus we kiezen een jaar en een datum. Nou, de datum die is niet door ons gekozen. Maar die is gekozen door bezoeker Pim Huiberts. Want hij zegt volgende week 9 mei... Hé, hey, dat is gisteren. Ja. Want toen ben ik geboren. Nee, dat is vandaag. Het voor, is YouTube, woensdag... voor YouTubers is het gisteren. Het is toch... Is het dinsdag-item? Nee, het is woensdag. Het is woensdag-item. Oh, het is alweer... Het is morgen. Jezus, het is morgen. Als kijk je dit op Gamersnet, is het vandaag. Kijk op YouTube, dan was dat gisteren. 9 mei 2001, dan ben je geboren. Pim van namens de hele redactie van Gamersnet. Ik vind het helemaal hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Echt waar. Echt hartstikke leuk. Wil je een fidget spinner hebben? Mag niet. Wat heb ik nog iets wat we kunnen weggeven? Ik weet het niet. Nou, hartstikke goed. Pim, kom naar je toe. Plakband. Ik ken een band. Een coverband. Ja. Die weet je hoe die heet? Plakband. Plekband. Dat is vet, hè? Echt? Ja. Leuk. Dat is een hele goede naam. Ja. Ja. Anywho, nou. Vandaag in 2001. Gebeurde er niks? Nee, helemaal niks, want... Tot volgende week. Want Gamersnet die post nu natuurlijk elke dag, maar vroeger, in 2001, was het echt nog een hobby site. Dus wij hebben niet elke dag hadden wij nieuws, maar... Nee, toen bestonden het 2 jaar. Maar het leek me dus leuk om dinsdag 8 mei dan maar te wandelen, dat ligt er dichtbij. En misschien nog zaterdag 12 mei, want er gebeurde gewoon niet zoveel, dus we lopen het gewoon langs. Ja. En wat direct opvalt als je Gamersnet, als je teruggaat naar 2001 op Gamersnet, dan zie je direct dat onze website bijna bestaat... Bij de gratie van de demo. Ja. Als je hier die pagina bekijkt, kijk hoeveel demo's. Ja, maar dat was toen de tijd ook echt wel een ding. Iedereen speelde demo's, voor mijn gevoel. Ja. Dat was ik heel normaal dat je eerst gewoon even de pre-order, dat was geen begrip. Nee. Voor mijn gevoel. Pre-order kon ook niet, maar je moest naar de winkel. Ja, dus je speelde en de demo was als het ware dan digitaal wel. Dus dat eigenlijk... Tenzij je lid was van PC Gamer Magazine, want dan kreeg je een disc met allemaal demo's. Ja, en dat zat ook wel eens in bij de koekjes. Bij de koekjes? Ja, hoe heette die Prins Ministar, maar dan had je ook die grote koeken daarvan. Daar zat, dus dat is de demo van Rayman 3, heeft daar een paar keer bij mij bij gezeten. En van Worms. Wat vet, van Worms. En op disc. Wauw. En er was dan een demo op disc. Een demo disc. Ja, eigenlijk. DD, alliteratie. Ik heb een paar demo's deze maand. Ken je Zien of Z? Steel Soldiers? Vond ik echt een supergoeie. Maar goed, wij gaan gewoon behandelen 12 mei. Want dan is tenminste wat gebeurd. En als we hier naar 12 mei gaan, dan zien we hier een nieuwe console deal tussen EA en Fox. Wow! Ja. Ze hebben hun bestaande overeenkomst uitgebreid... Ze hadden een overeenkomst voor The Sims en voor EA Sports met Fox en voor James Bond. En ze hebben het nu uitgebreid met The Simpsons, Aliens en Buffy the Vampire Slayer. Maar Fox is toch televisie? Ja. En wat is dan de deal? Dat ze Aliens en The Simpsons en Buffy the Vampire Slayer mochten gebruiken in games. Oh, want die series / films waren onder Fox. Die waren waarschijnlijk onder Fox, dat denk ik. Ja, absoluut. Dus zoals u al ziet, het is eigenlijk al sinds het begin der tijden dat EA samenwerkt met andere mediagiganten. Nu dan met Disney.
Star Wars. Ja, precies. Dat was... deden ze dat toen wel goed? Nou, ik kan me geen goede Simpson, Buffy the Vampire Slayer of Aliens game heugen. Nou ja, dat was toch onlangs een hele nieuwe, relatief nieuwe Alien game. Maar is dat niet Alien? Is dat hetzelfde? Wat is dit dan? Aliens. Aliens. Ik weet niet of dat hetzelfde is. Want ik denk nu gelijk aan Alien vs. Predator. Ja, die hebben hele goede games gehad. Vroeger ook. En nu, ja, dat zijn niet super goed, maar wel oké. Okay. Wel eng. Aliens. Nou, als je nu beelden ziet van Alien zoals je hem kent, dan zijn we erachter gekomen en anders is het iets anders. Anders is het iets anders? Nou. Okay. Ja. Hey, EA Next. Gaat op 12 mei 2001 ook games voor de GameCube produceren. Yes. Nice! Al die platforms. Welke zal de verkoophit van 2001 en 2002 gaan worden? Schrijft Martijn L. Die ik niet ken. Dat is een redacteur toen. Martijn L, als je nog leeft, hartstikke leuk. Echt tof dat je dat toen gedaan. Ja. Wij weten het nog niet. En ontwikkelaars ga ik ook niet. Mooi. Ja, nou goed. En Electronic Arts gaat games produceren voor de GameCube. Zoals SSX, Snowboarding, NBA Street, Basketball en Madden. Bam. En, dat moet ook even weten. Dit was natuurlijk tijd van de PlayStation 2, de Xbox en de GameCube. En dat was natuurlijk de eerste Xbox. Dus daarom zegt hij denk ik ook al die platforms. Want dat was de eerste keer. Dat was de eerste Xbox voor de eerste keer 3. Ja. Er zijn in één keer 3 op de markt. En dat was toen echt dat je dacht van, kunnen wij dat wel aan? 3 gamesystemen. Keuzes. Keuzes reuze. De GameCube staat gepland voor een release in Japan in september 2001 en Amerika voor november 2001. Dit was mei, hè? Een Europese release datum is nog niet bekend. Volgens mij kwam die ook een jaar later. Dat zou best kunnen. Zo, ik vind het ook best wel, ook een beetje grauwig dat iemand dan nu praat over september 2001 en natuurlijk helemaal niet weet wat er dan gaat gebeuren. Wow, what the fuck? Dat is echt soort. Maar hij zegt. Toen kwam de GameCube uit in Japan. En door. AMD's nieuwe chip. Zullen we even... Oh nee. Oh. Nee, maar ik weet ook gewoon dat in het vervolg ik dit vaker ga gebruiken. Dat iemand echt serieus zei, weten we het nog? September 2001. En dat je dan zegt, en toen kwam de GameCube uit in je hand, toch? Oh nee, dit is echt too soon. Nou goed, weet je, oké, Gamerset is ontstaan door een groep gamers, vooral PC. En dat is ook wel te zien uit nieuws uit die tijd, dat is inmiddels ook wel weer te zien wat we nu Tech & Gear doen. Ja. Maar toen ook AMD's nieuwe chip, de Athlon 4. Doem. Dat was vet hoor. En dat was ook Martijn die dit schreef. Martijn had een hele, hele joie de vivre in zijn schrijven. Ja, in de voortgaande strijd om publiciteit en omzet, toen noemden we het beestje nog bij de naam, tegen Intel heeft AMD een leuke vernieuwde merknaam voor de laatste generatie Athlon chips verzonnen. Athlon 4. Al wat verder was hoe een stroomverbruik voor rond de 60 watt, en dat is pittig in vergelijking met de concurrent. Oké. Intel, en al helemaal ten opzichte van de Corsu van Transmeta. Dat is geen speler meer. Nee, dat is geen speler meer. Transmeta. En nou, hartstikke goed. De Athlon 4 kwam eraan. De Pentium 4 zal in alle waarschijnlijkheid pas in een notebook debuteren in het eerste helft van 2002. Pentium. Toen waren we bij de Pentium 4. Nu is het natuurlijk allemaal die Intel Core i3, i7, i9 geloof ik inmiddels ook. Ja. Dus dat is allemaal, toen was het nog de Pentium. Dat zie je nu eigenlijk alleen nog maar als je dan zo'n hele oude laptop, zo'n bakbeest openklapt, wat toen een notebook was. Ja. Mooi. Mooi. Next. Ja, de Rambus. Rambus veroordeeld. Ik weet niet wie Rambus is. Nieuws rond Rambus heeft de laatste tijd heel vaak te maken met rechtszaken. Ja, ik weet het nog. Ja, dat was een verschrikkelijke tijd voor Rambus. Het gaat over patentrechten betreffende geheugenarchitectuur. Gamers hebben echt een tech-website in het begin ook. Echt nerdy hoor. Ja, zo claimde het bedrijf patenthouder te zijn. Martijn. Van de DDR RAM en uiteraard RD-RAM. Maar dat produceren ze zelf. Rambus Inc. moet een schade van $3,5 miljoen overmaken naar de Duitse chipmaker Infineon Technology AG op basis van een veroordeling voor fraude in het bemachtigen van bepaalde patenten. Dus ja, ik ben niet helemaal thuis in de wereld van tech, maar ik ken bijvoorbeeld de term wel DDR3, DDR4, dat is zeg maar een type geheugen. Ja, dat bestaat nog steeds. Het gaat hier dus over dat inderdaad dus gewoon gefraudeerd is, omdat iemand stiekem loopt te kloten met de patenten voor DDR. Dus dat was toen nog echt heel nieuw DDR-geheugen. Ja, dat was toen de
Dat was de crème de la crème. Dat was, oh. Als je DDR had in je pc. Ja, dan had je echt, oh. Dan kon je... Heb je wel je patentrecht betaald? Huh, dat zeiden ze dan. Anders kwam Rambus achter je aan. Mooi. Of Infineon. Nee, Infineon kwam dan achter je aan. Ja, oké. Ja. Nou, volgende. Ja. Nou ja, dit was eigenlijk het nieuws van de dag, maar ik wilde er nog twee uitpikken van een dag eerder en een dag later, namelijk... Alright. Activision O2. Het nieuwe sportgamesmerk. Wauw. Ik heb daar nog nooit van gehoord. Nee. Activision heeft besloten om activiteiten op het gebied van sportgames onder te brengen in het merk Activision O2. De naam O2 is gebaseerd op het chemische symbool voor zuurstof en is ontstaan uit het idee Catching Big Air. Mooi. Marketing. Slogan. Lekker wulp. Lekker dat gek. Was toen al. Moodboard. Mindmappen. Laten we lekker mindmappen met elkaar. Hartstikke goed. Je weet ook gewoon dat die shit toen al bestond en dat jaagt mij angst aan. Ja. De eerste game die onder deze vlag uitgebracht zal worden, is Matt Hofsman Pro BMX. Nou, ken je Matt nog? Dat was een BMX'er. Oh. Die ze meer aan niet kende. Maar wat raar, hè, dat zoiets gewoon ook... dit moet binnen 4-5 jaar wel weer opgedoekt zijn. Anders hadden we het sowieso wel onthouden. Ja, want EA Sports, dat weten we allemaal nog. En dat is er ook nog. Ja, maar Activision O2. Ja, als ze, al hadden ze 4 jaar bestaan, dan hadden we bij in ieder geval... beetje moeten weten wat het dan is. Ja, maar dat weten we dus gewoon echt niet. Maar Martijn L, die alle nieuwtjes toen schreef, die was toen ook al echt al een gamersnet, want hij zegt een hoop blabla weer. Maar het is interessant om te zien hoe Activision zich meer en meer in een niche naast EA Sports probeert te platen met extreme sports games. Ja, wat vet. BMX. Dus nou ja, dat vind ik grappig dat Activision dus wel oprecht geprobeerd heeft om... Ik sorry, wat heb jij om? Een ketting. Met wat erin? Een steen. Mooi. Ik wist dat jij een opmerking ging maken over mijn hipse outfit is het, is dat een stuk zout uit de zoutpannen van Israël? Nee, niet Israël, Egypte. Lach je nou mijn outfit uit? Nee, ik vind je er schitterend uitziet, maar dit is de zout uit Egypte. Nou, het is niet zout, het is een soort, ja weet ik veel, daar schreven ze mee. Oh, daar hebben ze hier op. Een heerlijk stukje historie draag je ja, mee. Ja, ik draag een heerlijk stukje historie mee. Oh, mooi. Ik wist niet dat jij zo... Nee, ik wist gewoon, ik weet dan, ik heb dit om en ik sta hier gewoon achter, hè. Laat me niet gek maken. Maar ik weet dan, er komt een opmerking vandaag van jou die kant op. Ja, maar nee, het was gewoon... Waarom vraag je het? Gewoon, heb je daar herinneringen aan? Nee, ik heb dat gekregen van iemand. Van je vriendin? Nee, niet van mijn vriendin. Oké. Is het dierbare herinnering? Nee, niet per se. Okay. Maar ik vind het gewoon mooi. Ja, het is ook heel mooi. Goed. Ik wist dat die opmerking kwam. Ik was gewoon alleen aan het timen wanneer en door wie. Want als Tom of Daniel het is, dan ze echt vinden ze het magnifiek. Dan vinden ze het sowieso magnifiek. Ik denk dat Tom ook zijn bril zo doet. Even naar beneden. Laat hem zien. Ja, loopje erbij. Lekker wulps. Nog één ding. De Activision line-up voor de E3. Want E3 komt eraan ook in 2001. En dat was toen ook weer in mei. Ook weer in mei. THPS 2 keer... De speciale uitgebreide Xbox-versie, THPS, oké. Okay. Met Hosman Pro BMX, hebben we net over gehad. Ja, die komt Soldier of Fortune 2 Double Helix. Dat was echt een vette, keiharde game. Ja, dit is echt te lang geleden voor mij. Oké, okay. Star Trek Bridge Commander. En Star Trek Armada 2. Twee Star Trek games. I know. Wow. En last but not least, The Weakest Link. Naar aanleiding van het tv-programma De Zwakste Schakel. Die kwam er ook uit. Wat op de E3. Ik vind het ook leuk dat Martijn L. dan tussen haakjes erachter zet, de zwakste schakel. Ja, want dat weten mensen niet. En toen spraken we nog geen Engels. Zeker niet. Nou, Kate, dit was het nieuws van rond deze dag mei. Ja, ik vond het wel weer leuk. Ja, leuke tijd. Schattig, de Gamecube die eraan komt in september. Gamecube. Ja, de wereld veranderde in 2001. Weet je nog, Luigi's Mansion? Dat was een knaller van een game. Nou, goed. Dit was het voor vandaag voor deze keer. Dankjewel Pim voor de suggestie voor 2001. We gaan nooit meer naar 2001. Want daar kunnen wij niet volwassen mee omgaan. Maar bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we weer bij jullie terug. Laat weten in de reacties naar welk jaar moeten wij. Nou, Pim zei voor zijn geboortejaar. Pim komt uit 2001 en is dus morgen of vandaag jaren. Nogmaals gefeliciteerd. Gefeliciteerd, Pimmy. Kom naar je toe, hè. Plekband.
En, maar laat het weten in de reacties. Misschien heb je een jaar waarin je bent begonnen met gamen. Een jaar waarin jij geboren bent. Of misschien heb je wel een heel ander iets. Maar een jaar waarin je een ketting hebt laten maken met zoutstenen uit Egypte. Maakt niet uit. Laat het allemaal weten. Maar ga natuurlijk tot 1999. Want daarvoor daar hebben we niks. Er bestond de website niet. Nee, we zijn 1999. Ja, maar dat mag dus ook gewoon 2016 of zo zijn. Hè? Als je iets hebt van, toen kwam ik bij Gamersnet bijvoorbeeld. Dat voilà. Zou helemaal kunnen. Laat het weten in de reacties. Bedankt voor het kijken. En weet je dat het ook heel goed is voor de zuurstof? Zo'n ketting. Ik merkte al, ik kwam ook al binnen. Ik denk, oh, wat een positieve...